Dank wel, voorzitter. Voorzitter, het is hier vanavond een soort Nederlands feestje. En dat zie je aan de grote hoeveelheid Nederlandse sprekers. In Nederland is als het P-woord valt, pensioen, dan zit iedereen meteen eigenlijk rechtop. En dan wordt er met argusogen gekeken naar wat heeft Brussel daarmee te maken, wat gaan ze in Europa doen met onze pensioenen. Nou, ik ben blij, daar wil ik ook de complimenten voor geven aan de rapporteur Brian Hayes en alle andere onderhandelaars die in de trilogen ook actief zijn geweest met dit eindresultaat. Want ik denk dat we hier heel erg tevreden mee kunnen zijn. Het is een voorstel wat gericht is op minimumharmonisatie, vooral op het gebied van governance en transparantie. En daarmee blijft er voor alle lidstaten voldoende vrijheid bestaan om een eigen beleid te voeren. Bijvoorbeeld op het gebied van bescherming van deelnemers en pensioengerechtigden. Want het is natuurlijk, het werd ook al door de rapporteur gezegd, een gevoelig onderwerp. Want het gaat over het geld van andere mensen, waar andere mensen zelf voor gespaard hebben. We moeten daar dus heel zorgvuldig mee omgaan. Er zijn geen nieuwe bevoegdheden gedelegeerd aan de commissie of de Europese pensioentoezichthouder EIOPA. En de nationale pensioenfondsen blijven gewoon onder nationaal toezicht in Nederland van de Nederlandse bank vallen. En ook zijn de vereisten op het gebied van informatievoorziening en governance niet meer zo gedetailleerd als in het eerste voorstel. Want natuurlijk is het belangrijk dat deelnemers en pensioengerechtigden goed worden geïnformeerd over hun rechten en verplichtingen. Maar met welke kleur papier, inkt en lettertype dat nou precies moet, dat kunnen ze natuurlijk heel goed zelf bepalen. Een focus op de principes in plaats van op de pietluttige regeltjes. Dus geen doorgeslagen betutteling, dat is er gelukkig uitgehaald. En tot slot, voorzitter, vind ik het ook belangrijk dat hierin voldoende aandacht is geschonken aan de verdeling van de voordelen en de risico's tussen de generaties onderling. En dit is natuurlijk erg belangrijk om het pensioensysteem ook in de toekomst betaalbaar te houden. Dank u wel.